Hallo, welkom terug bij Kokan. Vandaag gaan we een stukje cardio bereiden op de wijze van uw oma. Maar eerst gaan we onze handen terugwassen. En wat hebben we daarvoor allemaal nodig? Eerst en vooral een stukje cabrio. Zo. We hebben nog nodig gemalen kaas, echalotjes, een teentje rook, wat verse trostomaatjes, verse boter, peterselie, dille, paneermeel, wat gepaalde tomaten en een beetje vissenmeel. Die vissenmeel kan je kopen in de winkel en gewoon een beetje mengen met water en dan ben je klaar. Ik heb hier ook nog een beetje bieslook en we eten dan een gekookt aardappeltje erbij. We beginnen met onze boter. We zorgen dat onze makerijboter zacht is. Dat het niet uit de koelkast komt, maar dat die al een poosje op kamertemperatuur is, dan is die gemakkelijk bereikbaar. We doen deze boter in een kommetje. Ongeveer de helft van een pakje. Zo. Een half pakje boter. We nemen onze echalotjes. Snijd deze echalotjes fijn. Daarvoor heb ik ook een trucje. We willen eerst onze echalot. We snijden onze echalotjes in stukjes. We nemen ons mesje, heel fijne bewegingen. Dwars. Dit stukje sparen we. En ook benen. Zo. De echalotjes doen we bij de boter. De rest van de echalotjes snijden we in lange plakjes. Want deze hebben we straks nog nodig. Om op onze cabrio te leggen. Zo. We nemen een potje. Nu gaan we onze kruiden snijden. Onze plant mooi maken. Een beetje dille. Die snijden we best allemaal met een mes. Die hakken we heel fijn. Dille. Peterselie, er mag daar ook dragon en alles wat je vindt van groene kruiden mag erbij. Maar nu hebben we
dille, peterselie en die zout. Onze peterselie. En dan hebben we nog wat bieslook uit mijn tuin. Groene kruiden bewaar je best door deze in keukenpapier te wikkelen en een klein beetje vochtig te maken. Dan druk ik een beetje bieslook. En die bloemetjes gaan we sparen. Zo. Nog een tintje look erbij. De beste manier is even een goede tik met je mes. Oh, nog een blaadje erbij. En die gaan we ook heel fijn snijden. Een beetje plakken. En die mag dan bij de boter. Stop. Zo. Dan neem een beetje gemalen emmentalkaas. Ongeveer de helft van een zakje. Een zakje is 150 gram. Een klein beetje paneermeel. Wat peper. Een beetje zout. En onze boter gaan we nu mengen met een vork. Stop. Zo. Alles is goed gemengd. We schillen ondertussen onze aardappelen. En die gooien we in onze pot. Neem nu onze cabrio en een braadslee. De cabrio leggen we in onze braadslee met de vuilkant bovenaan. We verdelen die in de helft. Hier leggen we straks onze boter op, maar eerst gaan we die kruiden met peper en zout.
En een beetje zout. Onze kruidenboter gaat erbij. Drukken we goed aan. Zo, tot ongeveer op de helft van jullie stukken. De plooien die dicht. Je kan ook een klein stukje cabrio nemen en een sneetje maken in de midden van een vis. En dan kan je deze opvullen met je kruidenboter. Zo. Nu gaan we die bewerken met een beetje verse tomaatjes. Ik heb hier kersttomaatjes voor genomen. Die snijden we in kleine plakjes. Nog eentje. Die liggen allemaal mooi op de cabrio. Zo, die kleine stukjes gooien we rond. We nemen een doos gepaalde tomaten. Die doen we er ook voorrecht erbij. Onze rest van de echalotjes. Nog een paar stukjes verse tomaatjes. We werken de bovenkant af met onze boter terug. We verdelen die er mooi op in het midden. Want als die straks in de oven gaat, loopt die boter mooi van uw vis. We doen onze laatste van onze kaas erop. We werken af met een klein beetje paneermeel. En nog een klein beetje vissen. Die gaat nu in de oven voor ongeveer 10 minuutjes. Top. Na 10 minuutjes is onze vis klaar. Kijk eens hier. Cabrio op de wijze van mijn oma. Zo. Op de bord. Een beetje tomaten erbij. En onze aardappelen. Een beetje versieren met groene kruiden, een beetje bieslook. Ja. Onze bieslook, bloemetjes. Cabrio
op de wijze van de oma. Alsjeblieft, vergeet niet te abonneren op ons kanaal en ook op het kanaal van onze cameraman. Dat vindt u hieronder. Daar.